De onvoldoende zou volgens Attasoy en zijn advocaat het gevolg zijn van kritiek op het schoolbestuur: dat zou te eenzijdig zijn van samenstelling en te weinig samenwerken met de overheid. Maar volgens Attasoy is het belangrijker dat er nu juist in het rapport staat dat het salafisme geen rol speelt in het onderwijs. Ook zou de school zich niet afzijdig houden van de samenleving en integratie tegenhouden. Eerder was de school in opspraak omdat de AIVD signalen kreeg dat er banden waren tussen de school en een Tsjetsjense terreurorganisatie en andere radicale islamitische personen. Atasoy is verontwaardigd over de onvoldoende en zegt tegen AT5: De overheid en de media hebben mij terrorist genoemd en nu werk ik niet samen. Je moet het niet hebben over de losse veter, maar over die eerdere signalen die niet kloppen. Dan moet er gewoon een dikke vette sorry komen. De onderwijsinspectie wil pas volgende maand reageren zodra het rapport definitief is vastgesteld.